Johan Derksen is niet te spreken over Mojo Concerts. De concertorganisatie is zijdelings betrokken bij het bluesfestival in Grollo van de voetbalanalist. Vanwege de racisme rond het programma Veronica Inside had Mojo laten weten te twijfelen of ze nog met Derksen wilde samenwerken. Derksen zei in WNL Opiniemakers dat hij die handelwijze onfatsoenlijk vindt. Volgens Derksen heeft hij Mojo namelijk helemaal niet nodig. Wij organiseren een bluesfestival met 3 man. Mojo wordt ingehuurd voor bepaalde werkzaamheden, maar we kunnen ook heel goed leven zonder Mojo, zei hij. Ze moeten niet zo'n grote broek aantrekken en over mijn rug voor de bühne politiek correct over willen komen. Overigens gaat het erg goed met het festival. Volgens Derksen komen veel gerenommeerde bluesartiesten graag naar Grollo. De plaats is volgens Derksen in de blueswereld een begrip geworden en trekt het festival bezoekers uit zeker 14 landen. Die komen omdat wij mensen hebben die je zelden aan het werk kunt zien, legt hij uit.